Jaarlijks worden er in België zo'n 40 nepmakelaars gerechtelijk veroordeeld. Ze oefenen het beroep van vastgoedmakelaar onwettig uit. Zowel het beroep als de titel van vastgoedmakelaar zijn in België wettelijk beschermd. De controle gebeurt door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, het BIV. Een onroerend goed verkopen, verhuren of laten beheren door iemand zonder BIV-erkenning is riskant. Je bent op geen enkele manier beschermd. Nepmakelaars zijn niet verzekerd en hebben geen financiële borgstelling. Alle erkende makelaars zijn eenvoudig terug te vinden op de website van het BIV. Dankzij mijn BIV-erkenning beschik ik over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De voorschotten worden veilig bewaard op een wettelijk beschermde derde rekening. Ik volg ook permanente vorming en respecteer de BIV-deontologie. Wanneer je twijfelt of je gesprekspartner al dan niet het beroep mag uitoefenen, neem dan contact op met de dienst opsporing van het BIV. Als blijkt dat de betrokkenen het beroep onwettig uitoefent, moet hij zich in regel stellen of de activiteiten onmiddellijk stopzetten. Gebeurt dat niet en blijft de betrokkenen de activiteiten verder onwettig uitoefenen, dan stapt het BIV naar de rechtbank om de belangen van zowel consumenten als erkende vastgoedmakelaars te beschermen.